En welkom terug bij Affiche. Voor Theaterhuis Het Achterland begon alles in 2016 met Viva Minerva. Een theatrale ode aan de gelijknamige Stadsradio. En daarna volgde snel de Sinsevoort, Strand van Sint-Anneke en Café Beveren. Elk op zich succesvolle producties over iconen van het leven in metropool Antwerpen. En zoveel jaar na de creatie van Viva Minerva is Het Achterland nu klaar voor een gloednieuw vervolg op hun eerste theaterhit. En bij ons, oude getrouwen en coryfeeën uit de toenmalige creatie, Carrie en Marilou. Ja, en ja. Het jonge, aanstormende comedietalent, Hans-Peter Janssens. Ja. Zeer jonge Hans. We kiezen voor de jeugd. Ja. Het is mooi dat je die ook kansen geeft. Hè? Ja, ja, ja. 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 Het lijkt wel een beetje een examen, zie ik zo, Hans. Je zit aan de overkant. Ik moet me verantwoorden. Maar ik vind het fantastisch, want ik had nooit gedacht dat Hans-Peter in zo'n comedy die zou meedoen. Nee, maar we hebben natuurlijk wel een hele goede zangstem nodig. Ja. Dus het is benauwd. Er was een excuus. Ja, dat was een excuus. Ja, ik moest ook wel eens dubbel kijken. Ik dacht, is het nu een lookalike? Gaat hij comedy spelen? Want je verwacht jou dat niet direct. Wel, ik moet zeggen, had ik niet in mijn eigen dialect mogen spreken, dan had ik nooit tussen die twee mensen durven steken. Ze zochten eigenlijk een intelligente West-Vlaming die kan zingen. Zo ongeveer, ja. Zo is het. Ja. Maar het is toch wel een contrast, want ik wou nog even vragen voor we doorpraten over Viva Minerva of... Minerva Veur Altijd heet het nu, de opvolger. Ja. Hoe was het in Nederland met Sweeney Todd? Want het is toch een wereld van contrasten. Hè? We zijn nog altijd bezig, hè? Ja. Het loopt nog 2 weken. Nee, ja, het is een fantastische ervaring geweest. Zeker omdat we nu met Sweeney Todd een musical geplaatst hebben. Niet in zijn originele context. Mm-hmm. En dat is toch voer voor discussie geweest. Mm-hmm. Maar we hebben toch enorm goede reacties gekregen. Met 10 nominaties voor Musical Awards. Ja. Dus, die je hopelijk gaat verzilveren. Of toch een groot deel, hè? Dat zou wel dat zullen zijn. We zien. Je weet dat nooit. Ik weet niet over hoe politiek daarmee gemoeid is. Maar het is in ieder geval een mooie waardering. Ja, en je bent zelf ook persoonlijk genomineerd. Ja. Fantastisch toch? Ja, zeker. Dan kom je nog eens terug. Ja. Ja. Stel je voor dat hij wint, dan heb je een prijswinnaar van een musical award bij jullie in de cast. Dan durven wij niet meer op. Nee. Dan wordt het een monoloog. Nee. Dan durven wij niet meer met hem doen. Nee, ja. Je zegt nu jong comedietalent. Gisteren dan hadden we onze eerste lezing. Ja. En Carrie zegt, ja, je bent jong en je wilt wel eens verder. Dat is ook zo. Ja, maar dat is ook toch de tweede, de derde leeftijd. De eeuwige motivatie. Vierde, vijfde, een zesde leeftijd, dus het kan altijd. Hè. Trouwens, acteurs en actrices kunnen niet stoppen. Nee. Dat is een beetje ons probleem ook. Wij doen ons job eigenlijk te graag. Ja, want ik zie jullie zitten en dan denk ik... Ik hoorde jou vorig jaar zeggen, Carrie, ik denk dat ik ver ga stoppen. Ja. En ik heb jou nog nooit zoveel tegengekomen. Ja, ik weet het, maar ik was het ook even van plan. Ik heb het geluk dat de telefoon blijft gaan. Voor, zijn er niet geïnteresseerd voor dit en dat? Ik twijfelde nog tot mijn echtgenote zei, ga jij alle dagen thuis zijn. Eigenlijk is het uit liefde voor de echtgenoten. Vanuit heb ik gezegd, ik zal blijven doen, maar het is zo fijn om te doen. Ja. Ben je ook een drive, hè, Marilou? Want je hebt altijd lang in een soort stadstheater, zeg maar, gezeten, met vaste contracten, dat je zeker was. De KNS. De KNS, hè? En daarna kom je dan plots in het oerwoud terecht en je blijft daar nog altijd overeind. Ja, ik mag niet klagen. Nee. Maar leuk, toch? Er mag nog altijd iets bij, hoor. Ze mogen bellen. Maar jullie, om terug te gaan naar Minerva. Mensen die het niet zouden kennen, waarover gaat het? Hè? Wat is Minerva? Radio Minerva is de stadsradio in Antwerpen. Die een heel sterke reputatie heeft om diverse dingen. Mm-hmm. Dat is zeer geliefd in Antwerpen. Zelfs mensen van buiten Antwerpen stellen daar altijd op af. Omdat die inderdaad meestal vrij rustige muziek brengen. Wat ook heel leuk is, dat zijn allemaal amateur DJ's. Die allemaal liefdadig en liefdadig en vrijwilligers, dat weet ik allemaal. En met een enorm enthousiasme, maar het loopt al eens fout. En dat is natuurlijk dankbaar om in comedy te gebruiken. Er is sprake geweest dat ze zou opgedoekt worden, omdat ze van de minister... Geen... Was vorig jaar of zelfs vorig jaar, dit jaar, denk vorig, ik. Vorig jaar. Maar dan uiteindelijk hebben ze de tode fiat gekregen. Hebben ze een contract van zoveel jaren en zo. En dat was ook een beetje de aanzet om te zeggen... Oké, maar die radio moet eigenlijk altijd blijven bestaan. Dus de charme van het niet perfect zijn. Voilà. Ja. En ook van nummers te horen die je eigenlijk nog nauwelijks op andere zenders hoort. Ja, want je hoort hem vaak wel eens in een restaurant of in een winkel in Antwerpen. En het heeft altijd een hele typisch herkenbare sound. Ja. Heel laagdrempelig. Ja. Heel toegankelijk. Bestaat er zoiets in West-Vlaanderen ook? Ik dacht, in Brugge heeft ook zo wel iets, hè? Of... Ik zou het echt niet weten. Nee? Met muziek, maar er zou wel een zender zijn die meer nostalgische nummers brengt, dat zal wel. Maar ik kan er nu... Was een gat in de markt voor jou, Hans-Peter? Ah, voilà. Misschien kunnen we maar wel pas op, ik denk dat Radio Minerva ook dat je dat vast kunt nemen in Blankenbergen. Ah, ja? Ja.
In Brugge niet, ik heb al geprobeerd. Ja, nee, maar in Blankenberg. En ik denk zelfs in Benidorm. Je moet gewoon de antenne van de radio zetten. Ja, dat kun je daar ontvangen. Maar jullie stonden in de allereerste creatie, of in de creatie, zeg maar. Heb je daar leuke herinneringen aan? Oh, niets anders. Ja? Vertel eens. Ja. Ja, doe jij maar. Je hebt de grootste anekdotes? Ja. Wel, anekdotes nu niet direct. Maar dat was iedere avond, je kunt zo... Ja. Ik zal beginnen met de première. Hè. Met de première, ik heb dat nogal meegemaakt, zo met een première, zo'n soort van euforie. Dat gevoel, zo met het applaus. Ja. Maar met de Minerva in de fakkel, toen, was dat iedere avond. Ja, de boel ontplofte. Het dak eraf. Ja, echt waar. Het dak eraf, hè. Dat was die energie tussen dat publiek en wij die op de scène stonden. Dat klopte. Ja. Dat klopte langs alle kanten. En niet meer zo van, het was goed, hè. Nee, dat was elke avond. Ja. En wellicht omdat het in de genen van de Antwerpenaars zit, maar het ook genietbaar is voor niet-Antwerpenaars. Ja, maar ook omdat het voor veel mensen zo, qua menselijke relaties zo herkenbaar is. Wij spelen man en vrouw. Ja, nog maar eens. Ik wou zeggen, het plaatje klopt wel. Ja. Fris en fruitig allebei. Maar bijvoorbeeld in Nederland, daar is het een gewoonte dat men recht staat bij het applaus. Dat is een evidentie. In Vlaanderen, als ze recht staan, dan moet al toch een serieuze stap gezet hebben. Ja. En dat was elke avond. Echt waar? Elke avond een zaal die recht verder en zo. En wij zijn dat als Vlamingen niet zo... Hans Peter zal er misschien wat meer gewoon zijn in Nederland, maar wij zijn dat zo niet gewoon. Nee. Dus dat was inderdaad... Ja. Dat klopt inderdaad. Wij zijn iets terughoudender. Ja, ja. We zijn ook ongezouten in wat we zeggen. Je hoort dat vaak de grote cabaretiers ook zeggen, dat het publiek in Vlaanderen en Nederland zo verschillend is. Herman van Veen heeft mij dat ooit zelfs gezegd. Hij zegt van, als we twijfelen, komen in Vlaanderen. Ja. En dat weet je... daarmee zijn en durven extra, dan weten we dat we goed bezig zijn. Dan hoop ik dat succes niet te verbrodden natuurlijk met mijn bescheiden bijdrage. Er wordt wel veel druk op je schouders gelegd. Ik weet niet of je het voelt, het wordt toch in jouw richting geduwd. Hè? Een nieuwe aanvulling, het is altijd een succes geweest. Laten we maar hopen dat laten we eens zien wat er mee gebeurt. Hè. Maar ik zeg voor mij is het vooral, ik heb er eigenlijk ook toegezegd naartoe komen met zo'n mensen te mogen samenwerken, maar omdat het in mijn dialect is. En ik heb altijd al iets in mijn dialect willen doen, dus dit is een mooie kans. Ja, en je hebt in musical toch ook wel al humoristische elementen gespeeld. Wel, misschien minder, maar toch wel karikatuur. Ja, want jouw stemtype en jouw bouw leidt jou tot de ernstige, zware, donkere rollen. Wel met de Chocolate Factory natuurlijk. En Tarzan was eigenlijk ook wel een beetje... Als je een aap speelt, ben je toch altijd een beetje... Iets humoristisch. Ja. Voilà. We zijn er aan het plan. We gaan er zo dadelijk nog even over doorpraten, want er is nog heel veel over te vertellen. Jullie blijven nog even. Mm-hmm. Ja, dan gaan we er misschien een typisch Antwerps muziekje tussen draaien. Tot zo. The Sound of Silence met een Antwerps sausje erover. Het is toch mooi, hè, dat die bekende songs, evergreen zeg maar, dan op een Antwerpse manier worden gebracht. Vergt dat een andere manier van zingen in een dialect? Ik heb dat eigenlijk nog maar één keer geprobeerd in mijn eigen dialect dan. En dat werkt eigenlijk wel heel goed. Omdat ook in het West-Vlaams dialect zitten hardere klanken. En dat zingt meestal wel makkelijker eigenlijk. Ja. Maar in deze komedie, het is er eentje van Jeroen Maas opnieuw. Dat weten we dat dus degelijk werk is. Maar daar zit er vaak ook wel een of ander leuk element in. Ik denk aan het orgel in Café Beveren. Hier is het radio. Wordt er dan gezongen? In deze voorstelling? Waarom denk je dat we... Ik wou jou hopelijk het voorzetje laten geven. Daar kunnen wij niet aan, hè? Nee. Er worden ook nummers gedraaid, hè? Ja. Maar je bent de zanger, de charmezanger, wou ik bijna zeggen, die binnenkomt. Er wordt een beetje... Nee, eigenlijk kom ik audiëntie doen. Hè? Ja. Audiëntie doen om ook te mogen presenteren eigenlijk. En uiteindelijk blijkt dan dat ik ook een beetje kan zingen en dan wordt dat gebruikt, ja. En dat zijn de enige talenten die je hebt? Ik bedoel, als personage? Als personage? Is dat niet voldoende? Nee. Het zou kunnen zijn dat je ook ordebestoorder bent, charmeur. Er is toch een bepaalde twist op het einde van het verhaal dat vrij verrassend is, maar dat kan ik niet zo over vertellen. Maar wat is de grote lijn? Wat is het grote verhaal van deze Minerva voor altijd? Ja, dat het leven duur wordt om de radio in leven te houden, maar Dat er moet vernieuwd worden. Dat er moet vernieuwd worden, letterlijk en figuurlijk vernieuwd worden. De mengtafel en zo. De mengtafel zou moeten...
Er zijn sanitaire problemen met de sifon en zo. En wat weet ik allemaal. Maar het wordt opgelost. Laat ons hopen. Ja, dus en personeel. Het is heel moeilijk om nieuwe mensen te vinden. En godzijdank beet hij zich dat aan. Ja. Maar ja, met zijn Brugs dialect, dat is wel een beetje moeilijk. Maar dan toch... Dat moet je verstaan. Hè. En dat zorgt voor verwarring. Nood breekt wet natuurlijk. Ja. Ja, en is het ook de verjonging? Want je ziet dat vaak in media. Het moet allemaal jonger, het moet allemaal sneller, het moet allemaal hipper. Is dat ook een bedreiging voor Minerva? Nee, dat was in de eerste... In het eerste stuk was dat zo. Ja. Waren er twee spionnen eigenlijk, jonge mensen, die eigenlijk als een soort van spion, en die maar niks vonden, en die dan echt veranderen naar... met radio. Geen jong vrouwelijk schoon... Jawel. Huppedeernis? Jawel, er komt wel jong vrouwelijk schoon in, ja. Met tekst. Schoon dat hem zegt... Met tekst en met zang. Schoon dat hem zegt jongvrouw. Ik zag hem met enige aarzeling kijken, Marilou. Van wat moet ik zeggen? Linda en ik. Het was eruit voor ik het wist. ik wou even naar de cast gaan. Wij kennen jullie natuurlijk. Ja. Jullie zijn de helft van de cast. En wie zijn de andere collega's? Wel, deze zes en nog één jonge dame... die niet mee op de affiche staat... maar die ook voor een verrassing in de voorstelling is. Maar Luc Verhoeven, Linda de Ridder, Erik Goris, jullie erbij. Dat geeft vuurwerk, denk ik. Ja. We hebben gisteren een lezing gehad. Uh-huh. En we hebben ons al een breuk gelachen. Dus je hebt al een idee van hoe dat... En ik zie dan aan Jeroen, de schrijver, aan zijn gezicht van... Komt goed. Hier allemaal in orde. Ja, als je het alleen al aan de tafel kunt doen. Ja. Maar het is toch een enorme techniciteit, Hans-Peter. Want een musical is dat ook. Hè? Zingen, uh-huh, dansen, allemaal mooi in een plaatje krijgen. Maar comedy is ook... maatwerk, precisiewerk. Ik zeg voor mij, het is mijn eerste ervaring. Ik kom hier eigenlijk... Is dat de eerste keer? Het is de eerste keer dat ik zelf teksttheater doe. Voor mij is het helemaal een sprong in het diepe. Maar ik zeg door het feit van met mijn dialect... voel ik van mijn eigen al direct van... Oké, ik kan hem gewoon volledig ingeven. Zonder problemen. Ja, maar dat betekent wel geen zomervakantie voor jullie. Hadden jullie vakantieplannen? Ik niet, nee. Omdat, dit is een deel vakantie eigenlijk, hoor. Ja. Dat is met de weekend spelen en dat is altijd een feestelijke sfeer. Het is zo'n beetje het vakantiekampgevoel? Ja, absoluut. Ja. Al de terrasjes staan buiten en wat weet ik allemaal. Maar als je dan zo'n voorstelling kunt doen dat je weet dat dat bij het publiek heel erg aanslaat en voor een heel goede sfeer zorgt... Ja. Ja, dan is ook een soort vakantie voor. Het is amusement tegelijkertijd voor ons ook. Hè. Er moet niks leukers zijn dan te weten van ik ga dit serveren. Ja, en ze gaan onmiddellijk toehappen en ze gaan reageren. Comedy wordt vaak nogal neerbuigend op gekeken. Maar het is vrij moeilijk, hoor. Ja. Het is vrij moeilijk om op een geloofwaardige manier geestig te zijn. Ja. En je hebt die timing nodig. En elke voorstelling is anders op dat gebied. Want elke publiek reageert anders. Ja. Dus je moet dat in je lijf hebben. Ja. En is dat ook ervaring die je opdoet? Want jullie hebben allemaal een gedegen opleiding, maar toch ook wel métier, denk ik, dat je opgedaan hebt. En de personages zijn zo... Het zijn echte mensen. Ja. Het is niet meer echt van... Je moet niet geestig zijn, je moet gewoon heel ernstig die situatie spelen. Ja. En als dat vanuit de schriftuur al geestig is, omdat mensen die ruzie maken, dat kan heel geestig zijn. En graag gezien. Ruzie maken en graag steen. In de coulissen. Of op de scène. Nee. Overal. Liefdes overal. Maar het is wel een kleine gezellige band ook, hè, met een cast van 7. Ja. De zomer door. En het theater zelf, dat is een zaal van denk 280 mensen. Ze zitten heel dichtbij. Ja. Je kan ze voelen ademen, je kan ze ruiken. Ja, dat is zalig spelen. Ja, ik vind dat ook. Echt waar, zalig tegenover spelen. Tegenover grote machines, zo, vind ik dat toch wel plezant om in zo'n klein theater te doen. Is de zomervakantie anders voor jou een rustige periode, Hans-Peter? Ja, normaal wel, maar ik ga sowieso... Als ik op reis ga of vakantieplan, is het altijd buiten de zomerperiode. Zo juni of september, als het kan natuurlijk, in geval van je werk, maar situatie. Maar ik vind dat iets leuker, omdat je dan een iets rustiger periode hebt in het buitenland. Ja. En dat wou ik nog even vragen. Radio Minerva bestaat echt? De personages, zijn die gebaseerd op bestaande figuren van Radio Minerva? Zijn ze duidelijk herkenbaar? Die zullen misschien wel een beetje geïnspireerd zijn op mensen... Maar ik denk dat Jeroen toch wel... Ja.
de geïnspireerd heeft. Maar het is geen imitatie, hè? Nee. Dat wij, het zijn geen iconische figuren van Minerva. Nee. Het is niet dat we iemand imiteren of zo, maar het gaat hem over de mentaliteit, hoe men daar werkt. Ja. En in het Antwerps, hè? En ben jij van origine van Antwerpen? Ik ben van Mechelen. Dacht ik, ja. En jij, Marilou? Ik woon van mijn 4 jaar in Antwerpen. Ja. Dus jij bent de meest authentieke? Buiten Linda dan natuurlijk. Linda, ja, dat weet ik niet. Maar dat Linda. Ik denk dat Linda wel van Antwerpen is. Dat weet ik ook. Luc ook, denk ik ook. Ja, ik weet het. Maar in elk geval, ze spreken allemaal dat sappige Antwerps. Ja. Dat op de lachspieren kan werken. Ik denk dat alle ingrediënten er zijn. Een topcast, goede productie. Van een goede auteur, een goede regisseur. Ja. Zomer. Ja. Beetje goed weer, maar niet te veel s'avonds. Nee, want dat was een van de redenen dat ik niet zo geloof in zomerproducties. Maar als het goed is, het mag 30 graden zijn, ze zijn er, hoor. Ja, dat zie je ook aan de revues, aan de kust. Mensen kruipen binnen voor iets dat goed is. En meestal is dat zo. Natuurlijk, een belangrijk punt is altijd de mond-aan-mond reclame. En dan die aanvragen worden maar meer en meer en tegen dat ze het niet meer is, dan is het gedaan. Ja. En dan zullen we dat niet hernemen en wat weet ik allemaal. Ja. Want dat vraagt ze een tijd. Hè. Ja, maar in elk geval, ik wens jullie een fantastische zomer tegemoet. En ik voel nu al, er bestaat geen heerlijkere job dan comedie spelen. Dat is waar. Hè? Letterlijk en figuurlijk. Dat is waar, dat vind ik. Voilà, oké. Okay. Op de scène, hè? Op de scène. En niet daarbuiten. Daarbuiten is de pure ernst, Marilou, daar hebben we nooit aan getwijfeld. Ja. Maar we komen in elk geval kijken en ook lachen, want dat is de bedoeling. Ja. Heel veel succes, zou ik zeggen. En geef er een map op. En hoe moeten we de titel uitspreken in het Antwerps? Minerva voor altijd. Voor altijd. Voor altijd. De discussie tussen Antwerpen en West-Vlaanderen is begonnen. Ja. Prachtig dialect, vind ik. Het kruidt het geheel. Hè? Absoluut. Wordt een beetje een battle van de dialecten. Ja, iets om naar uit te kijken. Succes in elk geval. Ja. Heel wat dus te beleven tijdens de zomermaanden. Alles over Radio Minerva in Minerva voor altijd. Van 30 juni tot en met 13 augustus te zien in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen. En voor meer info, surf even naar fakkeltheater.be.